Yo mensen, welkom bij deze video. Vandaag laat ik jullie zien hoe je een stoplicht kan maken in Minecraft. Het is zeg maar een stoplicht dat als je ergens staat, door middel van drukplaten, een heel systeem, dat je dan gewoon een goed werkend stoplicht hebt. Nou, wat je natuurlijk als eerste, ik heb al gebouwd, dit is zeg maar een drie wegen kruispunt, zeg maar, een T-kruispunt. En nou, het eerste wat je natuurlijk nog nodig hebt is, als je hier zo aankomt, waar dus eigenlijk normaal hier zo asfalt ligt, wat je even moet zeg maar bedenken. Hier ligt normaal, ja, hier ligt overal zeg maar asfalt, maar ja, het duurt een beetje lang. Is dat je... natuurlijk zo'n paal zeg maar nodig heb waar je waar het stoplicht aankomt te hangen zeg maar. Het is omdat Minecraft nog best wel vierkant is, is dat ook best een groot iets zeg maar. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Nu hoeft niet eens zover. Op zich is deze roodsteenfakkel niet nodig, maar voor de symmetrie doe ik het wel even. Nou, zoals je ziet, dit is dus even een boog, zeg maar, waar je stoplichten aan kunt hangen. Wat je ook kan doen, en dat is misschien ook wel beter, want het is natuurlijk hier zo, hoeft natuurlijk niet geen boog te zitten. Dus wat je ook gewoon kan doen is... zeg maar gewoon dit. Dat je zeg maar hier zo je stoplicht aan kunt hangen. Nou, zoals je ziet heb je natuurlijk twee stoplicht dingen hier zo nodig. Eentje voor rechtsaf en eentje voor linksaf. Dus dat is ook wat we gaan maken, twee stoplichten. En hoe maak je dat nou? Nou, dan doe je dus... even nadenken hoor, het is lang geleden dat ik dit heb gemaakt. Hier zo wil je het dan eens hebben. Dus dan plaats je daarachter een rood blok, oftewel het rode licht. Als ik dat kan vinden tenminste. En een groen blok heb je natuurlijk nodig. Nou, hier heb je rood, dan plaats ik hier groen. Hier zo moet dan een zuiger, zo'n rood, zo'n, ja je weet wel, zo'n ding, sticky piston. En, nou ja, nu ziet het er nog super lelijk uit natuurlijk. Maar wat je daar wel tegen kan doen is, zeg maar, dit stoplicht ding. Kijk, stel je zet niet helemaal nu deze zou uitstaan. Dan komt die zeg maar naar voren, zo'n stoplicht zeg maar groen. Zo werkt zeg maar een beetje het idee. Maar dit is inderdaad niet heel mooi. Dus nou, dit kan je gewoon op je, niet hier natuurlijk, op je eigen manier een beetje mooi maken. Dus op de manier zoals ik het nu doe. Maar je hebt natuurlijk nog stoplicht nodig. Nog een stoplicht ding. Die komt dan hier. Er ook weer rood, groen en dan zo en dan weer zo'n ding komt te zitten. En wat je maar nu nog moet doen is eigenlijk is het denk ik wel handiger. Je kan het er maar op twee manieren maken. De eerste manier is zeg maar... door deze zo te doen, dan deze gewoon hierheen te laten lopen, zeg maar. Zo. En nou, dan krijg je dus weer als deze uit is,
dat ze dan allebei groen worden. Wat je hier trouwens tegen kunt doen, is iets van valluiken of iets of zo. Of deze is denk ik al beters. Oh ja, daar ga je wel weer mee te maken krijgen. Dat je geen valluiken moet plaatsen op de plek waar zeg maar van die stroomdingen zijn. Dus dan kan je beter gewoon zo zeg maar doen. Dus daar, 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 daar. En daar en daar. Als het goed is dan gaat het helemaal niet goed. Nou ja, het enige waar dus iets gebeurt is hier deze. Dus eigenlijk moet deze weg. Nou ja, dan heb je dus eigenlijk al de basis van een stoplicht. Dan moet je natuurlijk wel hier boven nog iets dicht maken. En het nadeel hiervan, zie je dus, is wel dat je dit even niet makkelijk dicht kan maken. Dus het altijd handiger is als je zeg maar zo doet. En nou ja, dit kan je natuurlijk allemaal op je eigen manier mooi maken, zeg maar. Ik weet ook niet precies wat de meest beste manier is. Wat je trouwens ook nog kan doen, is zeg maar hier zo een roodsteenfakkel plaatsen. En dan hier zo. En dan zo. Zo werkt hij ook. Misschien dat toch wel mooier is. Alleen krijg je dan wel dat dit hier zo. Dus nou ja, dit is dan hoe je stoplicht er zeg maar uitziet ongeveer. Wat je ook wel een beetje zelf op je eigen grootte kunt aanpassen. Nou, wat je dan gaat doen is eerst hier eventjes asfalt maken. Maakt niet uit van wat je het afval of zo of het spul maakt. Ik heb gewoon gekozen dat het asfalt lichtgrijs is. De beleiding natuurlijk wit. En ja, het stoplicht zelf gewoon zwart. Maar wat je dan gaat doen, is een keuze maken. Of je wil dat dit stoplicht, zeg maar, automatisch groen is. Of automatisch rood, zeg maar. En nou ja, wat ik zeg maar dus nu doe, is ervoor kiezen. Dat ik eigenlijk nog, ik ga nu trouwens nog niet kiezen. Ik ga eerst op de andere plekken eerst ook even een maken. Maar waar je wel op moet letten, is dat als deze twee groen zijn, dus die en deze, dat je sowieso dus deze baan rood moet hebben. En op deze twee banen rood. Dus ik denk dat ik die groen laat en deze twee dan rood. En wat je dan wel gaat krijgen is dat twee rode banen elkaar gaan kruisen. Namelijk deze rode baan die deze hoek om hier omgaat. En deze rode baan die hier zo deze kant op gaat. En wat je dan moet doen is dat als hier een drukplaat komt waardoor het eigenlijk groen zou worden. Dat je er wel voor zorgt dat deze niet groen kan worden en ook andersom. Het is een beetje ingewikkeld. Maar het is op zich wel te doen. Dus ik ga nu ook eventjes hier zo. Deze moet tegelijkertijd even kijken hoor. Hoe ik dit ga doen. Dus ik kan een beetje puzzelen. Maar in vast deze dus rood worden. Dan kan je eigenlijk net zo goed zeggen dat deze en deze allebei tegelijkertijd groen worden. En dat dan die en die op rood gaan. En als die dan weer op groen gaat,
dat deze ook op gang kan gaan. Of nee, wacht, ik heb wat beters. Of nou ja, het kan eigenlijk wel, dat deze twee allebei ook tegelijk gaan. Dus dat ga ik nu ook weer even maken. Dus je maakt weer twee van die stoplicht dingen. Deze heb ik dan nodig. Deze heb ik dan nodig. Die. En natuurlijk deze. Oh, en ook het redstone. Dat is misschien ook wel handig. Nou, dan ga je dus dit weer weghalen. Deze wordt dan weer rood. En deze dan weer groen. Wat je ook trouwens nog handig is om te doen. Is om even een lamp te pakken. Gewoon een lampenblok, zeg maar. Gloeisteen of zo. En als je die, zeg maar, hier plaatst. En als je dan hier en hier van die dingen plaatst. Dat je 's nachts ook gewoon ziet welke kleur ze maar is. Dat is misschien wel handig. Oké. En dan weer hier zo'n ding. Nee, dit hoeft niet per se, maar ik doe het lekker wel. Oké. Dan vervolgens maak je dus dit weer dicht. En dan opnieuw heb je weer de basis. En dit maak je dan ook weer helemaal, nou ja, mooi dicht, zeg maar. Met dan hier zo weer. Oh, wacht. Niet hier. Ho. Het gaat niet allemaal heel soepel. En hier zo. Dus dan heb je weer dit. Maak ook weer even asfalt gaan plaatsen. Zo. En dan vervolgens nog natuurlijk aan de andere kant. Met weer de roodsteen dingen. Deze en deze roodsteen ding weer, dit en dit, het dit weer, deze kan dan weer weg. En wacht even. Ik denk dat je dit beter niet kan verbinden. Nu ik het zo bekijk. Je kan beter dit zeg maar nu langer maken. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. En het dan vervolgens. Het is hier zo doen.
En dat je dan hier zo dus wel zo een zo'n lange maakt. Eventjes die dingen dichten. Zo. Want dan kan je zeg maar. Dat is best wel handig in ieder geval. Dan kan je namelijk ze scheiden van elkaar, die en die. Dus als je maar die wel en die niet wil, is dat wel handig. Nou, hier doen we natuurlijk weer even dit. En dit maken we vervolgens helemaal weer dicht. Het is een beetje lastig zien waarschijnlijk, al dat zwart. Maar dat maakt waarschijnlijk niet heel veel uit. Zo. Nou, heb je er dus nog één. Maar die dan wat langer is. En nou, wat je dan dus gaat doen. Als je deze groen wil laten. Heb je dus aan de onderkant geen drukplaten nodig. Maar deze wil ik automatisch rood laten. Dus daar heb je wel drukplaten nodig. Daar wit drukplaat op. Nou, in ieder geval, dit werkt allemaal op één ding. En dan moeten we even onder de grond. En toch moeten we natuurlijk dit gaan graven. Nou, de volgende stap is dat je onder al die drukplaten, zeg maar. Wat even niet helemaal gaat zoals ik wil. Zo. En dan vervolgens de uitgang met een ding. En dan kijk je of de afstand goed is. En daarmee doe ik dat stel, hier sta jij. Wat onhoogwaarschijnlijk onwaarschijnlijk is, aangezien je dan het stoplicht niet meer ziet. Maar als je het gewoon ziet, dit is gewoon goede afstand. Nou. Wat je dan gaat doen, aangezien je het... zeg maar altijd op rood hebt, zeg maar normaal, dan moet je dus eigenlijk hier zo, ja, precies hieronder, wat best onhandig is, zie ik nu ook. Maar ja, daar moeten we even eerst mee leven. Nee, wacht, het werkt natuurlijk andersom. Dus eigenlijk is het helemaal niet heel handig, dit. Want kijk, als ik dit zo maak, dan gaat dat aan. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dus we moeten het toch maar even zo doen.
En dan kan het zeg maar wel. En nu staat hij dus op groen. Maar dat is dus niet wat we willen. Want wij willen, hadden we gezegd, hem liever op rood. En dat doe je dus zo. Wat je dan nog even gaat maken, is natuurlijk een verbinding. Maar, dat kan je zomaar wel doen, dat het iets langer duurt voordat het stoplicht op groen gaat. Zodat het echt een beetje realistischer lijkt. Dus wat je dan maar nu krijgt, is, er staat... Deze staat nog niet goed. Hoe kan dat? Eens kijken. Deze staat aan op een of andere manier. Dat komt vast door deze. Oké. Dat is dan niet heel handig. Gaan we dit oplossen. Ik weet niet of Obsidian daar iets tegen kan doen. Nee. Oké. Want eigenlijk is nu een beetje het verhaal dat dit eigenlijk met dit verbonden is, wat eigenlijk allemaal niet hoort. Dus wat we dan eigenlijk even moeten doen, is alles even een plekje opschuiven. Dus deze gaat dan hierheen. Deze hierheen. Deze kan dan weer open. En deze dan weer niet. Want deze die gaat hierheen. En deze. Zo. En als het goed staat ze nu wel allebei op rood. Ja. Nou, het is wel minder mooi dit. Maar op zich, we kunnen er wel mee leven. Want ja, het is Minecraft. En als je al gaat staan, is hij groen. Oh, het is rood. Wat jammer nu. Oh nee, laat maar. Het is toch groen. Nou, dat heb je dus gedaan. Maar, deze staat dan ook op groen. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus wat je dan moet doen, is dit verbinden met dat. Dus wat ga je dan maken? Dan doe je hier weer zo'n ding. Oh wacht, het hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik kan het ook gewoon zo maken. Nou, dat brengt je dus daarheen. Wow. Niet de bedoeling hoor. Oké, dus wat je dan krijgt. Wacht, ik doe het eventjes voor, maar dan met een hendel. Dan kan je beter zien. Dus stel, hier staat een auto. Oftewel, de drukplaat gaat even aan. Dus je staat er maar hier. Dat doet zomaar de hendel dus. Dan zie je dus, dit gaat allemaal aan. Waardoor dit aangaat en dit en dit. En dan kan dat hele stoplicht gebeuren. Maar dit stroomding gaat ook aan. En dit ook.
Dus dat betekent dat deze nog niet. Wat maar wel de bedoeling is. Hoe dan? Wacht even hoor. Als we deze uitzetten, dan gebeurt er exact hetzelfde. Dat kan niet. Wacht even hoor. Dus nu is die boven eraan. En nu is die boven eruit. Oh, ik snap wel waar de fout zit. Denk ik. Of niet? Ja, ik snap het al. Wacht even. Deze heeft ook weer hetzelfde als die ander. Dat had ik natuurlijk meteen moeten weten. Dicht. Zo. Dus nu is die scherfjes groen plaats. Op rood. Nee, wacht. Wat je dan wel in plaats van deze moet doen, is dit. Oftewel, als je hier aankomt rijden, staat hij op groen. En deze op rood. Maar als hier zijn auto staat, dan staat deze op groen. En deze op rood. Dus nou ja. Dat is alvast het eerste ding, zeg maar. Wat je dan natuurlijk nog krijgt, is dat je natuurlijk ook kan hebben dat er hier een auto staat. En deze is ook automatisch rood, had ik al gezegd. Stel, de auto hier is weg. Zo. Dan moet deze ook automatisch rood zijn. Of wat we ook kunnen doen, dat deze wel automatisch groen is. Want dit kruist voor de rest niks. Dus deze hier is automatisch al groen. Maar de ander gaat maar niet. Die daarnaast. Want als die automatisch groen is en deze ook, dan krijg je dus een kruising. En dat is dus niet hetgeen wat mag. Zo. Dus aangezien deze automatisch op groen is, en als je hier dus op gaat staan, wat je dan wel krijgt, is dat deze dus ook dan op uit, zeg maar, op rood moet. Dus wat we nu wel weer krijgen hier, is dat ene probleem. Dus vandaar dat ik er even allemaal weghaal dit. Zo dan. Oké. Okay. Nou, dus als je deze pistool laat lopen. Volgens mij heb ik wat weggehaald. Wat best belangrijk is. Oké, dat was niet heel slim. Zo. Dus nu is deze gewoon normaal groen. Dat is dus hetzelfde wat deze moet doen.
ook normaal groen zijn. Zo. Is deze ook nu normaal groen? Normaal gesproken, zeg maar. Maar als we dus. Laat ze toch weer even die hendel terug. Hier weer een auto gaat staan. Deze wordt groen. Dan is dus. Deze twee zijn dan rood voor die en die kant. En. Deze is dan rood voor die kant. Want ja, maar dus deze moet dan eigenlijk ook op rood, want ja, dat snap je wel, dat ze maar niet dit mag gaan rijden, zeg maar. Maar als je dan eerst gaat doen, is hier weer zo die drukplaten voor die baan. Op deze staat ook normaal op rood, zeg maar. Dus dat is dan maar eerst even het eerste wat je moet maken. Dus dan ga je weer de grond in. Ik ga eventjes dit nu weg. Zo. En dan. Hier die af, dinges. En. Sorry. Zo'n versterker ding. Die vervolgens dan weer deze kant op gaat. Hier gaat. Zo. Oh ja, moet je ook wel. Volgens mij wordt deze veranderd worden. Of niet? Ben ik dan gek? Nee, oké, laat maar, dat hoeft niet. Dus, dit moet dan weer weg. Zo. En. Dus stel, hier staat een auto. Wordt deze meteen groen. Maar. Als deze meteen groen is. Wacht even hoor. Want nu komt het lastige. Want als deze groen is. Dan. Moet deze dus op rood. Wat die dus. Als deze auto weg is. Nog niet staat. Dus als deze. Op groen is. Moet deze op rood. Moeten deze op rood. En. Jullie kunnen dan ook op. Moeten dan eigenlijk ook op rood. Want eigenlijk alleen voor deze kant. Dat je zomaar zo gaat, dat je dan geen kruising hebt, zeg maar. Maar, hij staat nu wel op rood, maar stel die staat op groen. En hier komt een auto. Staat deze ook op groen. Dus dat moet veranderd worden. En nou, het eerste wat ik dus nu even ga maken, is dat dit. Gewoon gaan we goed doet. Goed gaat, goede kleur.
Dus dan ga ik eerst eventjes een pad graven. Richting het ene stoplicht. Dat stoplicht. Oké, daar zijn we dus nu bijna. Daar zijn we. Oké, dat is mooi. Zo. En zo. Dan gaat deze snel naar beneden. En dan vervolgens moet dit. Zo, verbonden worden. Dus dat is nu even wat ik ga doen. Maar dat is natuurlijk niet dat hij het dan redt. Dat zie ik. Dus wat doen we? We doen even weer alsof hier een auto staat. Deze wordt groen. Deze. Wacht, dat doen we toch even anders, want... Even kijken hoor. Eigenlijk moet deze stroom dus uit. Maar waar komt deze stroom vandaan? Gewoon vanuit dit ding. Zo ziet. En nou, hoe zetten we die nou uit? Dat doen we door... zo'n stroomding hierheen te laten lopen in plaats van die kant. Dus dit moet weer even weg. Dat was fout, sorry. Zo. Maar dan gaat dus die. Dus nu staat deze wel op rood. Maar deze ook. En dat hoeft dus niet. Dus dit ding gaat weg. En deze gaat iets omhoog. Zo. Dan moet ik wel even dieper. Zo. Zo, moet daar op zo'n ding. Zo. Nou, dan heb je dat dus ook verbonden. En die verbinding is dus... Wacht, hè. Is er nou stroom? Nee, laat maar. En dat is dus, als hier een auto staat, dat deze dan op rood is. En nu is deze rood. Omdat deze op groen is. Dus dan maak ik dit weer even dicht. Nou ja, nu is dus alles. Die is rood. En die is rood. Maar deze is nog groen. Zoals je kan zien. Nou ja, nog niet. Nu is hij in ieder geval groen. Dat moet je natuurlijk ook veranderen. En hoe doe je dat? Dan plaats je hier zo'n ding.
En dat ding verbind je hier, ja, hier echt mee. Met dit. Kijk, hoor, ik had hem hier geplaatst. Ik ga weer, denk ik, naar beneden. Zo. Wacht. Nu heb ik weer zo'n ding. En wat je dan dus krijgt, is dat deze geblokkeerd is. Waardoor, als je dus nu wel hier gaat staan, hij niet op groen wordt. Hij wordt gewoon lekker niet groen. Ik kan zo uren blijven wachten, maar hij wordt niet groen. Omdat hij dus een blokkade heeft, zoals je ziet. Maar dat moet ik ook andersom. Zoals ik al net, zoals ik al eerder zei. Dus. Deze gaat weer even uit. Oké, dus nu. Is het dus nog een kwestie van. Dat verbinden? Even een drankje voor nachtzicht. Oh. Zo. Even kijken hoor, waar zit ik nu al? Oké, ik zit dus al hier, dat is mooi. Dat betekent dat we er bijna zijn. Oh. Hier moet ik daar natuurlijk ook nog weer last van. Zo. Zo. Even. Wacht, dat gaat natuurlijk niet. Zoals jullie waarschijnlijk al wisten. Nou, nu is dus dit ook. Zeg maar dat het niet altijd, dat het er maar niet aangaat. Dus daarmee bedoel ik. Dat als je dit zo hebt en je plaatst dus deze hendel, dan wordt hij dus groen. Maar als je dus hier eigenlijk gaat staan, wordt hij nooit groen. Wacht, laat maar, dan wordt hij wel. En de reden is omdat het stroombedrag niet ver genoeg komt. Dat is wel echt heel noob. Oké, take two. Ik zei, als je dus hier gaat staan, dan wordt hij dus nooit groen. En waarom niet, wordt hij niet groen? Nou, als hij groen zou worden, zouden deze wegen elkaar gaan kruisen. Dus nou ja. Zo, dames en heren, maak je dus een stoplicht. Nee, zoals je dus kan zien. Nu, als er maar hier een auto dus staat.
dan. Dus dit op rood. Nou, waarom is dit nou weer op groen dan? Oké, er zit nog één fout hier. En ik denk ook wel dat ik weet waar het aan... Nee, waar ligt het helemaal niet aan. Ja, ik weet trouwens wel waar het aan ligt. Wat je nog eventjes moet doen hieronder. Is dit. Zo. Nu staan ze wel op rood allemaal. Als dit aanstaat. Nou. Stel. Deze dus op rood. Nou ja. Deze automaat, deze is dus ook op rood. En deze op groen. Voor deze kant. En deze ook op groen. Voor die en die kant. Dus daar kruist ook niks elkaar. En stel hier zo staat een auto. Dan staat deze op groen. En ja, nog steeds deze op groen. Want ja, deze bocht, ja. Daar kan je ook nog steeds langs. Dit is dan even voor rechtdoor. Maar dan is wel dit op rood. Ook oneindig. Wacht even. Ik heb een vraag hoor. Want kijk, dit staat nu op dinges. Dus dan gaan we nu hetgene wat er moet gebeuren. Wacht even hoor. Oh. Ja, wat je wel trouwens nog even moet doen. Dat is even vergeten. Is hier nog zo'n ding. Maar voordat je dat kan aansluiten. Moet je eerst hier even geen stroom zijn. Zo. Nou, nu kan het dus weer wel. Dus nu kan je zeg maar gewoon blijf deze ook aanstaan. Al sta je hier met je ding op. Dus nou ja. Dan is dit dus rood. En dit is rood. Dus nou ja, dan heb je eigenlijk gewoon een werkend stoplicht. Nou ja, vond je deze video nou leuk? Het was waarschijnlijk wel een beetje een ingewikkelde video. En waarschijnlijk gaan jullie het ook niet helemaal begrijpen hoe die nou precies werkt. Maar als je mij nu precies de summer namaakt. Dan kom je wel op hetzelfde resultaat neer. Als je gewoon een werkend stoplicht hebt. En nou, stel je maakt een hele leuke stad voor iets of zo. En je komt er bij een heel groot wegenkruispunt aan, zeg maar. En dan kan je dus gewoon deze video gebruiken om eventjes te kijken hoe je dus een stoplicht kan maken. En super bedankt voor het kijken. En dan zou ik zeggen, tot de volgende Minecraft video. Of Minecraft, ik denk Fortnite. In ieder geval tot de volgende video.